We zitten volop in de donkere dagen en ook bij mij thuis begint het toch een beetje te kriebelen. Heeft u dat ook al? Dat kerstgevoel, ja? Ik zit al lekker te denken, wat ga ik eten? Kalkoen of gourmetten? Nou, in ieder geval kan het kerstdiner bijna ruiken. Maar goed, we hebben vanavond twee deelnemers die toch dat speciale kerstgevoel nu al met de hele wereld willen delen. Ieder jaar maken zij namelijk van hun huis het ultieme kersthuis. Hier zijn Wilma en Jurgen. Hallo jongens. Ja, helemaal in kerstoutfits. Ja, klopt. Ja. Hey, laten we het gewoon even benoemen zoals het is. Bij jullie is er totale kerstgekte. Ja. Right? Klopt. Ja. Het is gewoon een ziekte. Ja, absoluut. Het is het. Het is aangeboren afwijking. Ja, want jij lacht er wel om, maar laat jij je arm eens even zien. Deze man heeft Rudolf de Rendier gewoon op zijn arm getatoeëerd. Alleen geen red nose zie ik. Nee, dat niet. Dat was een beetje de rol. Nou, jij bent natuurlijk prachtig als, ja, als kerstvrouw. Hey, we gaan zo meteen dit duel starten. En dan gaat het er dus uiteindelijk om. Wie heeft er het mooiste kersthuis? Om een beetje in de sfeer te komen. Zullen we gewoon lekker gaan kijken naar het huis van Wilma? We zijn daar namelijk op bezoek geweest en troffen daar van alles aan. Ik heb het allermooiste kersthuis van heel de wereld. En zelfs mijn eigen sneeuw. Ik heb het mooiste kersthuis van de wereld, omdat ik gewoon heel veel dingen zelf maak. Ik stop er heel veel liefde in, zowel voor binnen als voor buiten. Ik heb de palen zelf gemaakt van gewoon van rioolbuis. De mutsen die erop zitten, die heb ik zelf gemaakt. Het valt heel erg op hier in de buurt dat ik natuurlijk al zo vroeg met kerst begonnen ben. Iedereen weet wel een klein beetje dat ik een beetje gek ben. Zo, hier zijn we dan binnen. Zoals je ziet, echt alles is versierd. Ik ben 24/7 bezig met het versieren en vreubelen van mijn kersthuis. De gordijnen heb ik ook zelf gemaakt. De dingen maken, daar begin ik eigenlijk al mee in januari. Daar ben ik echt het hele jaar ben ik daar mee bezig. Het lijkt wel of het gewoon een aangeboren afwijking is. It's beginning to look a lot like Christmas. Ik ben het hele jaar bezig met het denken van... Ik moet zorgen dat ik rondkom met de boodschappen. Zorgen dat ik niet te veel uitgeef. En met kerst gaat het los. Mijn man zegt altijd van... Zolang ik eten op mijn bord heb elke avond... zal het me een worst wezen wat je met de rest doet. Als ik bezig ben met kerst, word ik blij. Ik ben dan echt heel gelukkig. Hey, ja, wat zo heel duidelijk is... En dan heb je zeg maar jullie huis... En dan het huis ernaast. Ja. Hoe vindt de buurman het? Ja, geweldig. Ja, die vindt ook gelukkig. Ja. Dat is wel mooi meegenomen. Ja, absoluut. En dan nog even over jouw man. Wat is die er ook? Ja, die is er. Die zit daar met dat mannetje. Nou, dat is een applausje waard hoor, ja. Dat jij dit allemaal goed vindt. Houdt hij ook van de kerst? Jawel. Ja, dat wel. Ja. Goed. Jurgen, nou heb je het zo allemaal gezien. Begin je dan een beetje nerveus te worden? Ja, wel een beetje, ja. Ziet er wel gaaf uit, hè? Ja, inderdaad. Ja. Laten we met z'n allereerst even gaan kijken naar Jurgen. Hoe die zijn huis in Alken in België heeft gezet. Ik heb het mooiste kersthuis volgens mij gewoon, omdat ik zoveel heb. Ik heb 50 kerstbomen, 16.000 glazen bollen en 160.000 lampjes. Welkom in mijn kersthuis. Kerst betekent gewoon alles in mijn leven. Ik ben er 365 dagen per jaar mee bezig. Het is gewoon bij mij altijd constant kerst, kerst, kerst. Mama wordt er soms gek van als ik in februari al zeg van... Kerstmis, kerstmis. Oh, zit je weer daar bij mijn kerstmis? Dus in februari ga ik gewoon die thema's al bedenken voor het volgende jaar. En dan in juni zet mijn eerste kerstboom, want anders kijk ik nooit af tegen december. Hier dan, in mama en veranda's, heb ik helemaal omgetoverd door een kerstparadijs, zoals je kunt zien. Hier heb ik dan een waterval gemaakt. En die waterval laat 22.000 liter per uur naar beneden vallen. Wel veel werk aan gehad, want er zitten allemaal tafels onder en kisten en stenen en alles. En dat mag niet lekker in. Ik kan hier echt op mijn stoel gaan zitten en uren ernaar kijken. Gewoon zo blij maakt me dat gewoon. Kerst vind ik gewoon zo leuk, omdat met die lichtjes, met die bomen, met die bollen, gewoon de kerstsfeer. Daar zie je de pasteltinten hangen van dit jaar. Dat zijn dus de modekleuren van dit jaar. Roze, groen en daar van boven blauw. Nu heb ik in totaal 40.000 euro op 4 jaar uitgegeven aan kerstmis. Lijkt misschien veel, maar voor mij... Bij mij maakt het echt niet uit. Ik zou echt alles opgeven voor kerstmis.
Mijn kerstdroom is gewoon om het grootste en mooiste kersthuis ter wereld te hebben. Ja. Merry Christmas! Zeg Jurre, je hebt best een hele hoop geld uitgegeven daaraan. Ja, dat klopt. Dus jij werkt en dan spaar je geld en dan geef je dat gelijk weer uit aan kerst. Ja, ik ga niet meer op vakantie, niet naar vuiven, niet naar festivals, discotheken, niks. Alles gaat in kerstmis, altijd. Oké, jury, wat vonden jullie hiervan? Wie heeft er het mooiste kersthuis? Kies 1 voor Wilma en kies 2 voor Jurgen. Ik kan dit moeilijk inschatten als het aan mij zou liggen. Maar ja, de jury heeft het toch gedaan. Laten we eerst eens even gaan kijken naar de bedragen. Duidelijk eentje favoriet. Maar ja, ben jij dat, Jurgen? Heb jij de meeste stemmen gekregen? Ik denk het wel, want ik ben het grootste van België. Dus ik denk 1550. Ja? Ja, ik denk het wel. Noteren we dat bij jou. Nou, Wilma. Ja, dit is een bijzonder duel. Het kersthuis van Nederland. Je hebt het mooiste kersthuis van Nederland. Ja. Dus ja, ik ga voor alles of niks. Ja, het mooiste kersthuis van de avond. Ook vertrouwen. Ja, zeker. Dus jij gaat ook voor 15,50? Ja, absoluut. Alles of niks. Ja, het is jouw keuze. Alles of niks. Het zijn een hoop extra kerstballen, hè, jongens, als je met het geld naar huis gaat. Gaat het ook weer in het kersthuis? Ja, absoluut. Bij jou ook, Jurgen? Sowieso. Ja, stomme vraag natuurlijk. Wie heeft het mooiste kersthuis van Nederland en België? Het is Jurgen! Oh, Wilma.